Hey, in deze video ga ik stoofvlees maken. En niet zomaar stoofvlees, maar stoofvlees van kip. En dit recept is niet alleen heel erg makkelijk, maar het is ook nog eens heel erg snel klaar. Voor dit stoofvlees heb je de volgende ingrediënten nodig. We gaan eerst beginnen met de kip. Deze mag je heel fijn gaan snijden. Voor 4 personen gebruik ik ongeveer 500 gram. Doe de gesneden kip in een schaal of ziplock zakje en bestrooi met bloem, zout en peper. Zorg dat de kip bedekt is met een laagje bloem en zet deze even apart. Nu gaan we verder met de saus. Snipper de ui, knoflook en rode peper en verhit een scheutje olie in een wok. Fruit dit kort aan. Voeg vervolgens de curry, sambal en tomatenpuree toe. En bak dit ook even aan. Als het mengsel te droog wordt, voeg dan een scheutje water toe. Leg ook de laurierblaadjes in de pan. Nu mag de kip erbij. Duw met een spatel de kip goed uit elkaar en bak het bruin en gaar. Als de kip gaar is, mag de kokosmelk, ketchup en groentebouillonpoeder erbij. Roer alles goed door elkaar. Breng het vlees op smaak met limoensap en eventueel nog een snufje zout en peper. Nu is je stoofvlees klaar. Serveer het met hete friet en salade of met rijst en groenten. Slam op makan. Wil je meer video's van Inspiratie zien? Abonneer je dan hier op mijn kanaal.